Stichting ART staat voor gecertificeerde sloten en test ze dan ook uitvoerig. Stichting ART. Ik zag deze tekening, maar nu dat ik hier ben, denk ik dat het niets te maken heeft met kunst. Want ja, ik werd hier niet heel veel duidelijker van. ART. Nee, ART is het eigenlijk. ART. Ja. Dus, en het heeft weinig met kunst te maken. Alhoewel het wel een kunst is om slopen open te krijgen. Dat geloof ik graag, ja. Maar het staat eigenlijk voor een afkorting. ANWB, RAI en vroeger TBBS. Wat dat is, zal ik maar terzijde laten. Vroeger was het zo dat wij met die drie partijen begonnen zijn om een keurmerk voor sloten te maken. En dat keurmerk voor sloten heeft het doel mensen informatie te geven wat nou een goed slot is, wat je voor je beveiliging van je fiets, bromfiets of motorfiets kan gebruiken en wat geen goed slot is. En als ik dus dit op een slot zie staan, dan is het goed? Dan mag je ervan uitgaan dat het een goed slot is. En ja. Er zijn een aantal sterren. Ja, sterren. Hoe meer sterren er zijn, hoe beter de kwaliteit van het slot is. Ja. En voor welke doelgroepen zijn jullie bezig? Fietsers, bromfietsers, motorrijders. Nou, we lopen hier naar een fiets toe die op een aantal manieren beveiligd is. Je ziet daar het normale ringslot, hè, het slot dat iedereen wel kent. Waar je heel makkelijk en heel te loops even je fiets mee op slot zet. Daar kunnen ook allerlei kabeltjes in. Dat zijn vaak van die goedkope staalkabeltjes. Die je toch redelijk makkelijk kan openknippen. Dus wij zeggen eigenlijk altijd, gebruik nou een tweede slot. Nou, we hebben hier een aantal van die sloten hangen. En daar zit heel veel kwaliteitsverschil in. Het voelt heel zwaar, het ziet er ook heel degelijk uit. Maar het kan dus echt heel makkelijk open. Kijk, en dit is wat je dus ziet. Zo snel gaat dat. En dit is dus een slot zonder een keurmerk. En nou, je ziet, er is een complete schalm is er helemaal tussenuit. Hij is dus gewoon, ja. Hij is gewoon open. Maar stel je voor, het zal waarschijnlijk nooit gebeuren, maar ik heb een slot ontworpen. Ja. En ik wil deze op de markt gaan brengen. Ja. Dan ga ik natuurlijk meer consumenten trekken als ik jullie keurmerk erop heb zitten. Ja, dat is één belangrijk voordeel. Het andere belangrijke voordeel is dat wil je fiets verzekeren in Nederland, dan vragen heel veel verzekeringsmaatschappijen een ART goedgekeurd slot. Zodat zij ook weten dat het slot aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet. En we hebben onlangs een 5-sterren categorie geïntroduceerd. Extra zware sloten voor hele dure motoren. Dit is een testopstelling voor motorfietsen. En je ziet daar al een paar verschillende sloten zitten. Nou, dat 5-sterren slot waar ik het net over had. Kijk, dat is dit. En je ziet al aan het gewicht en het formaat dat het natuurlijk heel erg zwaar en dik is. Zo. En je zal begrijpen dat dit gaat met een simpele betonschaar niet open. Hier moet je lasbranders of iets dergelijks voor gebruiken, of hele grote slijptollen. Als je je motorfiets naar thuis in de schuur of in de garage zet, of voor de deur, zorg ervoor dat je met zo'n slot vastzet en ook aan de vaste wereld. Aan een paal of aan een muuranker. Want je kan hem dus ook met een speciale beugel aan de muur vastmaken. Maar je hebt ook hele simpele uitvoeringen daarvan. En we zullen laten zien wat die aan beveiliging bieden. Nou, je ziet dat dat ook nog niet echt meevalt. Maar met fors geweld zie je dat slot toch open gaat. En nou, hoe lang ben je alles bij elkaar bezig? Een halve minuut. En dat zou betekenen dat je de motorfiets dan weer mee kan nemen. Nou moet ik wel zeggen dat als ik een meneer zo zie staan bij een motorfiets, dat ik toch even denk van goh. Het zal je verbazen hoeveel fietsen en motoren op deze wijze gestolen worden waar niks van gezegd wordt. En als dat nog niet genoeg is, ze hebben nog veel meer testen. Wat we hier gaan doen is de kniptest. Hier gaan we bepalen hoeveel kracht je nodig hebt om een beugel of een stuk metaal rond door te knippen. En dat is een beetje bepalend van zware betonschaar heb ik nodig. Dit slot komt dus niet in aanmerking voor het ART-keurmerk. Nou zag ik deze. Kunnen we deze proberen? Dat zal denk ik wel lukken. Ik zal eens even kijken of ik kan het leren. Het sleuteltje houden. Ik hou het sleuteltje bij me. Haha Christa, dat lukt niet. Dit slot heeft namelijk een ART-keurmerk. Hij is niet helemaal gesloten, of wel? Hij is in principe zit hij nog steeds dicht. Ja, hij zit... we krijgen, je zou hem niet van de fiets af kunnen halen. Nee. Je hoorde wel de kraken. Ja. Dus het slotmechanisme zelf is beschadigd, maar hij is nog steeds gesloten. Ik schijn het zelfs te kunnen. Hij past niet in mijn handtas, dat is een beetje ongemakkelijk. Maar bij de buren een fiets meenemen is natuurlijk nooit verkeerd. De kabel erin. En jawel hoor, appeltje eitje. Maar wat voor testen doen jullie nou nog meer voordat het een keurmerk krijgt? Ja, je zal begrijpen dat de beveiliging van die fietsen dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Maar wat we nog meer doen is ervoor zorgen dat het slot, als je het eenmaal gekocht hebt, ook goed blijft functioneren.
Dat doen we bijvoorbeeld een corrosietest, een stoftest en een vriestest. Dat als je bij je fiets terugkomt en je hem keurig op slot gezet, dat je er ook weer mee kan wegfietsen. Dat is natuurlijk wel handig. Ik weet wat een goedgekeurd slot is. Kijk gewoon naar het keurmerk van ART. Ik ga al mijn eigendommen goed op slot zetten. Kijk jij voor meer informatie op onze website Lifestyle Experience. En ik ga naar buiten en weet ondertussen natuurlijk ook hoe ik bepaalde sloten even kan openbreken. Hey.